Welkom bij podcast nummer 31. We zitten vandaag op een hele zwoele vrijdagavond hier met een hele passie. Ik heb te gast vandaag Willem, Bo, Bjorn. En achter in de lounge zit Kevin. Die wil liever niet in beeld, dus dat laten we ook zo. Onze supporter. Mannen, jullie zijn van het account Klok Nijhof. Ja, inderdaad. Ik heb heel veel vragen. Misschien snappen jullie dat wel. Want volgens mij zijn jullie voor het eerst nu... Dit is een soort coming out day voor jullie. Ja, eigenlijk wel. Ja, er zijn wel mensen die het weten van Klok Nijhof. Dat Glenn Nijhof het niet zelf is. Maar er zullen ook nog mensen zijn die het niet weten. Dus ja. Bij deze. Ja. Zo voor de kijkers zullen we even een beeld schetsen van wat is nou eigenlijk Klok Nijhof? Wat houdt dat in op Instagram? En hoe zijn jullie daartoe gekomen? Laten we heel even een voorstel rondje doen. Dan begin ik met jou, Willem. Heel iets kort over jezelf. Ja, nou, mijn naam is Willem. Ik kom uit Lichtvoorde, studeer in Tilburg. Ja, en, wat studeer je? International Business. Zo. Klinkt heel stoer. Op HBO. Ik voetbal in Tilburg. Oké. Okay. Verder... Hoe oud ben je? 21 ben ik, ja. Nou, dan ga ik even naar je buurman, Bo. Ja, ik ben Bo, ook 21. Ik studeer ook in Tilburg. Ik doe alleen sportmarketing. En verder voetbal ik bij Longa. Sportmarketing? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Dan verkoop je blikjes met een sportmerk erop? Nee, het is eigenlijk gewoon commerciële economie. Ja. Alleen dan gericht op sport. Oké. Okay. Dat is echt een markt geworden. Alles en nog wat. Ja. Dus, cool. Bjorn? Ja, ik ben Bjorn, 20 jaar en ik studeer in Doetinchem, facilitair leidinggevende op MBO 4. En daarnaast voetbal ik ook bij Longa. Oké, okay. Nou klinkt ook goed. Dus jullie zijn allemaal voetballers? Ja, inderdaad. Ja. Is Glenn ook een voetballer? Ja, die zit bij mij in het team. Die zit in het team, Die stopte mee. Die stopte mee. Is het zin eraf? Die kan het niet meer aan, zeg maar. Nee. Oké. Okay. Te druk met het account. Nou, Kevin, die blijft lekker anoniem. Die vindt het prima zo. Ook een voetballer. Ook een voetballer. Ook, ja. Ook bij Longa? Ja. Zo. En jullie hebben ook eerst bij Longa gespeeld dan? Of, Voordat ik naar Tilburg ging, wel. Ja. Volgend jaar ook weer. Ja. Maar voor de rest iedereen inderdaad, ja. Ook altijd met elkaar gevoetbald. Ja. Oké, okay, dus jullie waren ook een team. Ja, inderdaad. In de B'en hebben we met z'n vijven zelfs. Echt waar? Ja. Kijk, dus er zit een hele geschiedenis voorafgaand aan dit verhaal. Maar nou even terug naar dat account, Klok Nijhof. Ik werd een week of 4 geleden door een stagiair van ons, Sam Hendricks, die ook vaak in deze podcast zit, gewezen op het fenomeen Klok Nijhof. Hij zegt, kennen jullie Klok Nijhof? Ik zeg, nog nooit van gehoord. Maar goed, ik ben niet zoveel op Instagram. Nou, andere stagiair zegt, ja, dan weet ik wel wie dat is. Ik zeg, nou, laat eens zien. En we gingen wat van jullie stories bekijken, van jullie post. En ik had echt geen idee waar het over ging. Dat begrijp ik. Kun jij eens beginnen om uit te leggen van wat is Klok Nijhof, het account op Instagram? Nou ja, Klok Nijhof is een account waar we eigenlijk een beetje... Ja, wij zetten daar allemaal dingen op die eigenlijk in ons opkomen. Allemaal wel een grote fantasie eigenlijk. Met Glenn Nijhof als gezicht van het account eigenlijk. Hij is jullie tante Ricky, zeg maar. Ja, dat kon er wel. Ik weet niet of die ook... Of mensen ook zo over hem denken. Maar ze hebben allemaal wel mening over hem. Hij wordt niet op handen gedragen nog, zeg nou, maar. Het zou kunnen. Ja. Het zou bij wijze van spreken wel kunnen. Ja, het begon inderdaad eerst allemaal niet als Klok Nijhof. We hebben het een tijdje gedaan, tot aan vorig jaar. En toen een anderhalve maand niks. Maar hoe heette het toen? Dat is een hele goede vraag, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Ook geen flauw idee. Ja, dat account dat ging ook nergens over. Dat had een keer 100 volgers. Ja. Nou, toen bij 180 volgers of zo zijn wij ermee gestopt. Wij dachten van ja... Dit was het niet. Nee, en toen denk ik 2-3 maandjes later dus zijn we er weer mee begonnen. En toen, wat ik nog heel goed weet, is op Bo's verjaardag in eind maart. Yeah. Toen stond het op 270 volgers. Toen hebben wij een hele mooie post gedaan van Glenn met 4 horloges aan zijn arm. Hier heb ik hem inderdaad, deze is dat. Oh ja, die laat ik wel even in beeld zien. Voor we het wisten ging het account echt best wel hard de lucht in. Ja, hoe kan dat dan? Waarom is zoiets dan pakkend? Hebben jullie daar mensen over gesproken? Weet je daar de reden daarachter? Nou, er begon toevallig, wat ik nog weet, begon er iemand over bij Barre's Doktertje. Ja, en, dat is een beetje jullie stam uitgaansgelegenheid, zullen we zeggen, stamkroeg. Ja, iemand begon daarover en... dat was net de dag dat we er weer mee begonnen waren. Dus het kwam weer een beetje te sprake en zo. Ja. Nou, toen vervolgens hebben wij een hele leuke giveaway gehouden op het account.
Ja, een beetje raar wel, maar we hebben een konijn weggegeven. Is nog niet weggegeven. Hij is het nog steeds niet weg? Ja, we zijn een keertje langs bij Discus geweest. Oh ja, want daar staat konijn nog steeds aan het wachten op een eigen. Ja, Bozy deed toen was met een soort van partners werken. Ja. Er waren geen officiële partners of wat dan ook, maar we lieten het wel zo lijken. Maar is dit gebeurt het telkens als jullie gedronken hebben bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet. Wordt dit ook nuchter verzonnen? Ja, daarom bedoel ik ook met ja, onze fantasie gaat soms wel nog wel een beetje... Ja, maar wie heeft dat van het konijn bedacht dan? Jij. Ja, dat heb ik inderdaad wel. Ja, we wou een konijn. Ja, dat leek me een heel slecht plan. Ja, mij ook. Dus toen wouden we... Het was net rond de tijd van Pasen was dat. Oh, nee, maar dat snap dus ik. Dus toen wouden we als... in plaats van uiteindelijk gewoon een chocolade Pasen. Oh, zo, ja. Maar toen beginnen die won, die wou uiteindelijk volgens mij echt een konijn. Ja, die heeft daarmee contact gehad, maar die wou volgens mij echt een konijn hebben. Ja, toen uiteindelijk hebben we het laten lijken alsof wij dus een samenwerking met Jan Min hadden. En toen hadden we een chocoladepasa's en nog geen echt konijn. Nee. Maar wij dachten van, ja, diegene die hoeft vast geen konijn te hebben. Nee. Maar het mooie was, dat account werd toen door 200 mensen gevolgd of zo. En ja, er stond dan ook iemand er stond ook iemand in de finale toen. Ja, nou, een jongen van, wat zou die zijn, 22 jaar oud of zo. Roel Domhoff, geloof ik toen. Oh ja, ja. Toen moest je opgeven voor die giveaway. Yeah. Maar die had zich helemaal niet opgegeven. En toen had hij bijna een konijn gewonnen. Ja, zulke dingen zijn wel heel mooi. Ja, ja, ja. Maar wij gingen er dus vanuit dat we winnaar vast geen konijn wou hebben. Maar dat gebeurde dus wel. Oh ja. Maar heeft hij hem wel opgehaald dan? Nee, wij wilden daar dus wel echt aan meewerken. Ja. Maar Glenn wilde het konijn niet zelf weggeven. Dus ik naar Discus toegegaan. En er waren geen konijnen. Oh. En daarna hebben we eigenlijk... misschien wordt er een keer tijd om alsnog het konijn weg te geven. Ik vind jullie alsnog dat konijn moeten weggeven. Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja. Beginnen moet zich toch nog maar even melden. Misschien wel een Vlaamse reus. Een Vlaamse reus. Ja. Ik ken wel iemand hier van konijnen. Komt wel goed. Ja, dat is prima. Bij deze. Okay. Maar goed, toen vanaf die post ging het los. Ja. Ja. Toen, maar toen... is dat dan dat waar komt dat dan door? Omdat het zo bijzonder is? Omdat we op een of andere manier zo'n post buiten jullie bereiken? Dat denk ik. En wat ook zo was, was dat wij lieten mensen stemmen. Dus we hadden 3 mensen tegen elkaar in de finale. Ja. Nou, dus op een gegeven moment wilde iedereen wel winnen van die 3. Dus die gaan wij andere mensen bereiken. Van stem op mij. Dus ik kreeg volgverzoeken binnen. Ja. En wij waren toen, volgens mij, Bo had een nieuwe auto, dus een stukje gaan toeren. En voor het wist... bleven maar komen. En toen is het heel hard gegaan. En dan komt het wat meer te sprake bij iedereen. Ja, en, ja. En zo ging het eigenlijk. Vooral in het weekend. Vooral bij het uitgaan, wie je ook aansprak, dan ging het overklok naar je af. Of heel veel. Ja, met name... Heb je dat gehoord van dat konijn? Of? Ja. Oké, okay, en toen? Hoe ging het toen verder? Ja, na dat moment, misschien, Bo, weet jij er wat meer? Na dat konijn, wat hebben we toen gedaan? Ja, bij elke 100 volgers hebben we een nieuwe keer verwerkt. Daar bij 400 niet, die hebben we overgeslagen, want van 300 naar 500 ging heel snel. Dat ging heel snel, inderdaad. Wat bij 500 hebben we weggegeven, volgens mij echt het onzin, iets van een meet and greet met zo'n honden of zo. Iets wat natuurlijk helemaal niemand wil hebben. Volgens mij dus werden 400. Ja, dat zou wel kunnen, dat weet ik niet precies. De 500 was op zich wel prima, volgens mij. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Staat denk ik nog wel op het account. Ik pak het zo even bij. Of dat is er afgehaald. Dat afgehaald? Waarom zou je dat afhalen dan? Ja, er zijn wel eens dingen die we achteraf beschouwen als... laten we dat maar niet ophalen. Oké. Hey, maar inmiddels staat de teller op 1191 volgers. Ja. Waar gaat dit naartoe, als het aan jullie ligt? Nou, binnenkort in ieder geval 12.000. Of 1200. 12.000, ja. Dat zou 1200 zijn. Ja. Dat zit er nu wel aan te komen. Jij hebt de grootste plannen, dus kun jij het beste... Ja, grootste plannen. Nou, wat het is, ik denk dat je de meeste mensen hier in de omgeving wel op het account hebt zitten nu. En of die besloten hebben om het te volgen of niet, dat is dicht aan hun. Ja. Dus op de een of andere manier... Moet het nou nog overspringen? Ja, moet je het inderdaad iets naar buiten brengen. En daar heb ik nu Glenn als gezicht en misschien... kennen straks mensen uit Alkmaar Glenn ook wel, dat is de vraag. Dat hoe kom je erbij om Glenn? Wat ik begreep, een vriend van jullie? Ja. Van jullie allen? Ja. Ja, ik ken hem gewoon wel. Ja. En ik kan er ook gewoon heel goed mee omgaan. Maar het is niet dat ik met hem afspreek als vrienden zijnde. Nee. Maar je komt wel weer bij elkaar door dit account bijvoorbeeld. Dan zit je wel opeens met Glenn en heb je avondjes.
Ja. Nee, want als je dit account zo bekijkt, dan lijkt het een jongen die gewoon zichzelf heel interessant vindt. En gewoon zo wordt het gezegd. Ja, maar dat is ook wel de gimmick, denk ik ook wel, van dit verhaal. Ja, dat is dus ook hetgene wat mensen die Glenn niet kennen en het account wel volgen en die niet weten dat Glenn er niet zelf is. Ja. Die denken, daar hoor je wel eens verhalen over. Bijvoorbeeld laatst ook, dat hoorden we van iemand, die zag Glenn dan in de winkel en die dacht van, is dat nou die gast die zichzelf zo goed vindt? Dat is eigenlijk totaal niet het geval bij Glenn. Nee. Introvert, wel gewoon een hele chille gast. Zou je nooit iemand kwaad doen, bij wijze van spreken. Nee. Maar hoe staat hij hierin dan? Want op een gegeven moment, ik snap, bij één post is het een grapje, twee posts is ook nog leuk. Op een gegeven moment wordt het een ding, dan wat je een soort van lokale bekende lichter voor hadden, maar. Dat ziet hij nog zitten? Ja, wat het eigenlijk is, hoe groot het account nu is, of ja, groot, maar... Ja, nu valt het nog mee. Het is nooit zo bedoeld dat het überhaupt zo ver zou komen. Want op een gegeven moment had het, denk ik, 250 volgers. Yeah. Maar er waren dan gewoon zijn eigen vrienden en een beetje van voetbal bekende mensen waren. Ja, dus het was gewoon vooral een geintje van jullie. Ja, en we hadden hem ook op besloten gezet. Kreeg daaromheen, ja. Maar op een gegeven moment, ja, doordat het konijn weggeven, is het op een gegeven niet helemaal uit de hand gelopen. Ja. Is dat ook een trigger voor jullie geweest om het verder te willen uitrollen als iets? Ja, op een gegeven moment ging het wel best snel omhoog. En dan daar heb je best wel plezier aan om gewoon weer gekke dingen te verzinnen. Ja. Met steeds groter te maken. Want de klok, hè? De klok heeft al met klokbier te maken. Ja. Wat ik me ervan kan herinneren is dat hij had een barbecue. En dat is al leuk. En toen had hij een blik klokbier voor zich staan. Helemaal niks mis mee. Nee. Vanaf dat moment kwam hij mij op van, dat is gewoon Klok Nijhoff. Nou, de account heeft toen die naam gekregen. Meer kan ik ook niet van maken. Maar jij hebt de naam verzonnen eigenlijk? Ja, daar komt het denk ik wel op neer dan. En wat hij ook nou Klok genoemd dan? Of, als hij overal rondloopt, Of de Glenkerman ook wel. De Glenkerman, Die volgens mij Boer dan weer verzonnen. Nee, er was waar een film aan het kijken. En er was iets van de Kinkerman of zoiets. Oh ja. En toen zat hij, waren met z'n drieën waren toen. En toen hebben we de Glenkerman voor de grap genoemd. Omdat de Glen bij ons zat. Ja, was het dan ook wel. Jullie drinken ook allemaal klokbier? Ja, ik heb wel een paar keer opeens wel af en toe, het is jammer. Ik had nog overwogen om, voordat we hier naartoe gingen, voor jullie een klokbiertje te halen. Jullie mogen drinken. Normaal in de uitzending doen we dat eigenlijk niet. Maar goed, jullie zijn allemaal meerderjarig. Dus dan zou dat met dit verhaal een uitzondering moeten kunnen zijn. Maar ja, ik heb een avondvierdaagse, moest de kinderen wegbrengen. Was allemaal gedoe. Geen probleem. We gaan nog wel een keer een klokbiertje drinken. Ik heb nog nooit een klokbiertje gehad. Ik zou niet weten waar ze het mee te vergelijken. Ja, wel een beetje golsachtig. Volgens mij komt het ook van de gols af, toch? Ja. Klok? Ja. Volgens mij was het eerst... afvalwater van de gols. Of, zo noemen mensen het. Maar volgens mij was het eerst klokbier en toen pas de gols. Volgens mij heette die fabriek iets met de klok. Ja, de klok, zo. Ja. Maar precies wil ik dat verhaal. Ja, de zeg maar distributiecentrum in Groenlo heet wel klok. Mm-hmm. Klok, de klok, ja. Maar goed, jullie zijn dit is jullie huisbier, zeg maar. Ja, ondertussen wel. Maar het is ook gewoon lekker goedkoop. En wij als studenten zijn ondertussen... Je bent opgegroeid met de goals van je vader en moeder, weet je wel. Of Hertog Jan, of weet ik het. Ja. Maar ja, ondertussen drinken we het best wel veel in de weekenden. En moeten we ook wel denken van, hoeveel geld hebben we nog over? En dan is een kratje klok is goedkoper dan een kratje goals. Wat kost een kratje klok? 12 euro, 13 euro volgens mij. Volgens mij met staatsschuld. Oh, dat is goedkoop. Dus het is eigenlijk nog een precies. Dat is de tijden van bier in de aanbieding halen, dat is wat minder helaas nu met die nieuwe regels. Ja. Ja. Volgens mij maximaal 25% korting. Maar Klok zal nooit de aanbieding worden, denk ik. Omdat dat gewoon... Het is een standaard is het aanbieding. Precies. Ja. Het is geen A-merk. Wat ook wel mooi is, dat hoor ik dan vanuit de Jumbo-personeel, dat normaal werd er helemaal geen klok verkocht. Oh, echt waar? En opeens zegt die manager daar, wat is dat toch met dat klokbier? Dat gaat er echt niet normaal hard nu. Ik hoor inderdaad ook van onze stagiaires, dat heel veel jongeren, dat die allemaal klokbier. Eerst van natuurlijk platte wagen, allemaal grolskratten erop. Dus, volgens mij gaat er klokkratten op tegenwoordig, ja. Dus eigenlijk zouden jullie een endorsement moeten hebben van klokbier. Eigenlijk wel. Ja. Is dat al overwogen om de klok te benaderen? Of is dat gebeurt dat na vandaag? Ja, dat zullen we na vandaag misschien wel. Ja, misschien wel. Misschien wel de planning dan. Nee, maar ik vind het wel grappig dat... Dat was tijdens het klokfeest afgelopen vrijdag werden de halve liters klok geserveerd. Ja. En er waren 480 halve liters op binnen twee uur. Oké, want het klokfeest, daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Dat staat zeker op de agenda. Jullie hebben op een gegeven moment bedacht om een festival, of een evenement, laten we het zo noemen, te gaan organiseren bij Bar het Doktertje. Ja. Van wie kwam dat idee?
Dat is bij Willem een beetje ontstaan, ja, denk dat, ik. Ja, inderdaad. Ja. Ik zat op een gegeven moment op het terras en de mensen... Toen was ik er echt dat iedereen over praatte. Dat is nu al iets weggezakt. Ja. Ja, en toen begon iemand over. En toen heb ik volgens mij een appje gedaan naar, naar de zoon van Ronald, Onno Kruip, volgens ja? mij. Ja. Nou, en die is eigenlijk is daar heel goed mee omgegaan. Die heeft eigenlijk direct iemand benaderd. En we zijn heel goed geholpen daarmee. En het is heel snel... hebben we het ook echt kunnen organiseren. Dat ja. We hebben zelf tickets aangemaakt. Zelf van de dokters hebben we dus heel goed geholpen. Die hebben ook meteen wat online gezet. Ja. Mensen kregen wat van te horen. En ja, zo kwam het eigenlijk wel vrij snel tot stand eigenlijk. Ja. En ga je dan ook taken verdelen? Zeg van, nou, de een gaat de programmering doen... en de ander gaat de social media doen. En hoe werkt dat in zo'n groep bij jullie? Ja, ik ben er eigenlijk pas ook bijgekomen... toen het evenement bekend werd gemaakt. Vanuit jouw achtergrond, met jouw opleiding, ja, faciliteren? Ik had wel wat ervaring in evenementjes. En ja, hoe is dat eigenlijk... Ik weet het eigenlijk ook niet helemaal. Ik vroeg gewoon een keer aan Willem van hoe staat het ermee? Want ik vond het wel interessant om natuurlijk mee te krijgen hoe ver het ermee was. Ja, dus jij was eerst ook een beetje een buitenstaander. Ja, eigenlijk was ik eerst gewoon een fan, laat maar zeggen. Een fan? Een klokfan. Maar ja, en toen Willem zei, ja, ik ben met tickets bezig via Event Goose. Deed ja, inderdaad. Maar ja, hij snapte helemaal niks van, weet ik het. Ja, dat was met de algemene voorwaarden en zo. En daar had hij dan wel ervaring mee. Ja, ja, ja. Ik zei, nou, ik had toevallig die week toch niks te doen. Ik zei, nou, weet je, zal ik daar eens even naar kijken? Ja, volgens mij binnen een uur had ik alles, alles geregeld. Ja, kijk, dat is handig. En toen zei ik van, ja, alsjeblieft. En toen zei Willem van, weet je wat, we gaan jou er gewoon bij halen. Oké, okay, ja. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Oh ja. En ja, soms verbaas ik me ook echt over deze jongens. Hoe hun denkwijze, laten we zeggen. En soms kun je een voorbeeld noemen van wat er zo bizar aan is? Nou, bij het klokfeest was het dus ook een idee om de hond van Glenn, Doerak, ook naar dat feest te halen. Ja, dan kun je die sticker als een mooie voorbeeld gebruiken. Ja. En daar zie je Glenn, zijn hond als een soort Simba van de Lion King omhoog. Ja, hoe die in het begin van de film omhoog gehouden wordt. Ik ga heel even kijken of dit wil, maar ik denk het niet. Anders laat ik hem gewoon straks in beeld zien. Dat kan ook, hè. Ja. In de montage. Ja, wie vindt ze zo mooi gefotoshopt? Ja, dat is dus, dat is boze tijd. Dat is jouw afdeling. Ja, dat doe ik het meeste. Ja, ondanks dat hij nog niet eens... Hij gebruikt geen betaalde apps hiervoor en zo. Doet hij dat toch wel echt heel netjes. Je doet het op je telefoon? Ja. Ja, en bijvoorbeeld 80% is op de telefoon. Ja, dat is echt... Netjes. Dus geen Photoshop en zo. Ja, het is wel een soort van Photoshop. Maar op de telefoon? Maar een heel basic programma. Ja, en dan maak jij zulke dingen op. Ja, ik vind het niet super mooi, maar... Ja, en wat ik, het is wel, wat ik vooral heel indrukwekkend vind, en dat vind jij denk ik ook wel, is... kijk, als wij bijvoorbeeld artiesten of zo moesten aankondigen, dan die teksten die Boda maakt, ook in een vrij korte tijd, zijn echt wel heel goed. Jij schrijft de teksten voor de mensen die de artiesten aankondigen. Ja, nou, dat is eigenlijk de social media, jongen. Dat is echt, dat doe jij ook, de social media. Ja, ik dacht hier dat jullie... even kijken, jullie hebben ook twee presentatoren aangetrokken. Ja, dat was... Oh, sorry, is dat zelf. Suus. Nee, Suus zit. Wie is Suus dan? Ja, Willem en Suus staat hier. Er was op een gegeven moment, kreeg ik daar volgens mij een vraag over. Van, zij wou, of iemand zei van, kun je Suus niet laten zingen op het klokfeest? Ja. Nou, ik dacht, toen zei Bo van, er zullen ook mensen zijn die moeten presenteren. Nou, ik zeg, ik vind dat geen probleem om te doen. Zo groot zal het ook allemaal wel niet worden. En toen hebben we haar ook benaderd. Ja, en zij stond er wel voor open. Ja. Nou, gewoon, zij kon dan gewoon naar het feest toe en dan drankjes krijgen en zo. Dus eigenlijk ook zo is dat ook tot stand gekomen. Ja, en is nou Suus ook onderdeel van jullie clan? Of is dat dat was denk ik vooral voor één avond. Ja? Ja, dat en denk ik wel. Suus ja. is natuurlijk, dat kwam vanuit die regionale artiesten. We hadden een paar jongens uit de buurt hier gevraagd om te komen draaien. En, want dat vonden we ook wel belangrijk om gewoon die jonge jongens... Die stoel kraakt heel erg. Kevin die gaat helemaal stuk hier op die stoel. Ja, je mag ook op de grond gaan zitten of zo, als je dat veilig vindt. Ja, en anders dan weten jullie waar het gekraak vandaan komt. Ja, geen probleem. Ja. Vertel verder, sorry. Was ik bij de regionale artiest? Ja, ja. Dat we ook die jongen daar gewoon een kans wilden geven, weet je wel. Zo van, nou, laat hun maar een keer draaien. Of, nou, we hebben ook een jongen uit Lievelde, Ian... Die heeft gewoon een paar nummers gezongen. Gezongen, ja, dat zag ik. Die staat normaal eigenlijk altijd bekend ook om... Ian Kuppers. Ja, zeker. Complimenten voor allemaal trouwens. Is dat, dat Nederlandstalige muziek? Gedaan. Ja. 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 Ja, onze nieuwe volkszanger uit... Eigenlijk zou Ian het beste het gezicht van de account kunnen zijn. Ja, misschien dat is een jongen die echt bij iedereen heel geliefd is. Ja. En die brengt ook heel veel sfeer, zoals afgelopen keer op het feestje ook. Toen hij... eerst was het een beetje techno-house muziek. Weet je, iedereen een beetje inkomen op het feest. Ja.
En ja, hij bracht, heeft, hij heeft er empathie van gemaakt. Goede stemming in gebracht. Hij had de hele zaal met zich mee. Ja, maar hoe gaat zo'n feest dan? Want jullie gaven aan, jullie ongeveer 250 tickets verkocht, dacht ik. Als ik ja, het heb. En uiteindelijk heb je de deuren gratis opengegooid. Was niet helemaal de bedoeling, begreep ik. Maar... Nee, maar dat is ook wel mooi aan zo'n feest organiseren. Dan leer je er weer van, zoals ook met die tickets. Ja. We dachten dat we ze tot 2:30 s'nachts open hadden staan. Maar het bleek toch 12:00 te zijn. Ja, ja. Nou, op een gegeven moment wil ik wat tickets verkopen aan de deur. En ik wil hun laten zien hoe dat moet. En ik denk, shit, tickets niet beschikbaar. Oh, natuurlijk. Ik heb via eventkoers gedaan. Ja. Ja. En, maar die meiden, dat was een groep meiden uit Heino. Heino? Ja, Heino. Nou, vraag me ook niet hoe, maar... Grote blokfans. Ja, maar die komen daar een weekendje, weet je wel. En toen dacht ik ook van, ja, maar het is toch ook gewoon zonde om hun dan niet binnen te laten. Nee, precies. Nou, en dan dacht ik, dan doen we gewoon iedereen... Zo'n beetje zoals dat vroeger bij de Zwarte Cross ook ging in het begin, zeg maar. Ja, ik heb geen idee hoe dat ging. Maar toen ze hier op de Schans waren, konden lichten voor naar de, volgens mij de vrijdag en de zaterdag gratis naar binnen altijd. Oh, ja, ja, en op een gegeven moment was het ook dat mensen met een donkere huidskleur gratis naar binnen mochten. Heel bizar allemaal, maar ja, dat soort stunts. En dan vind ik wel mooi om te horen dat het heel lokaal ook. Van, nou, als jullie dan toch komen, kom er dan maar gewoon in. Ja, tuurlijk. Maar ik denk ook alle tickets die we hebben verkocht, wij kennen ze allemaal, weet je. Iedereen ken je qua gezicht. Maar is het niet standaard dat er al ongeveer altijd diezelfde mensen bij het doktertje zijn? Ja, dat sowieso andere... wel. Ja, wel, maar bijvoorbeeld er waren ook wat je jongens uit, ik denk het vriendengroep van jouw broertje. Nee, uit Groenlo vandaan. Ja, ik denk, die zie ik dan zelf persoonlijk niet zo vaak in het doktertje. Ja. Volgens mij hebben die ook wel gewoon een leuke avond gehad. Ja, maar dat kwam ook weer door Ian of door de andere DJ Jesper. Die komen uit Groenlo. En zo hebben we ook nagedacht van, hey, wie gaan we hiervoor benaderen? Ja, ja, ja. We dat is wel slim. Een jonge Tinos heet hij, Tijn Levering. Die komt uit Lichtenvoorde. Nou, daar komen zijn vrienden mee. De vriendinnen van zijn zus. Ja. En zo hebben we er een beetje over nagedacht. Die draait vanavond trouwens weer een doktertje, toch? Echt waar? Nee, niet? Dat blijkt helemaal niet. Zo te zeggen. Maar dat was inderdaad wel waar, ja. Dat is, dat is ook gewoon nep, zeg. Fake news. Wij kregen te horen van... Tinos, die draait volgende week vrijdag ook een doktertje. En volgens mij zijn woorden tegen hem... Ja, ik vroeg dat dus aan hem. hij zegt, daar hoor ik ook van anderen, maar ik weet er zelf niks van. Dat bleek dus niet zo. Hoe is die foute skipakken party team verlopen? Dat is het enigste smetje, denk ik, van het hele feest geweest. Ja. Het zouden 5 studenten uit Utrecht zijn geweest. En die hadden dan confetti-kanonnen, sneeuw-kanon. Alle attributen hadden ze wel bij. Toiletrollen schieten, dat moesten we ook allemaal regelen. Dus wij liepen met 50 toiletrollen door het dorp. Maar dat maakt niet uit. Maar op een gegeven moment, ik kwam weer binnen in de zaal. En ik zie opeens maar 2 van de 5 optreden. Dus ik zo, wat is dit? Dus ik loop naar een kleedkamer toe. En ik zie daar opeens 3 leden van het clubje ziekte zitten. Ik zeg, wat is hier aan de hand dan? Ja, zeggen ze, we zijn betast. En wij dachten, wat is hier dan gebeurd? En er was dus blijkbaar een meisje die voelde zich geïntimideerd tijdens het optreden. Oh. En toen dachten we echt, wat gebeurt hier nou? Hier in Lichtenvoorde, moet het nou hier gebeuren? Ja. Ja, het is allemaal goed gekomen. Ja, inderdaad. Ik denk dat we wel goed mee om zijn gegaan. Ja, dat zo. Ze voelden zich uiteindelijk zijn ze nog wel weer de zaal in gegaan aan het einde. Ja. Gewoon, maar dan niet meer als act. Oké, okay, er zaten dus dames bij die 5 van die skipakkerparty. Ja, 2 dames en 3 heren inderdaad. Okay. En 2 daarvan van die heren zijn gewoon verder gegaan. Ja. Wat ik überhaupt al heel goed vind. Ja, want dat waardeerden we heel erg. Zeggen van, Maar was dat zo uit het niets gebeurd dan? Ja, nou kijk, ik stond toevallig buiten met Bjorn toen. Toen hadden we het al een beetje over die kaart. Hoe gaan we dat doen? Toen wilden er toevallig 4 gasten wilden naar binnen. Ja. En alleen dat kon niet met Ideal, geloof ik. Ja, dat waren Spaanse jongens en... Dat ging allemaal moeilijk met Engels. Dachten we, nou, hup, ook naar binnen. Ja, inderdaad. Niet moeilijk overdoen. Niet moeilijk doen. En toen liepen we terug. En jij liep terug. Was in het begin al gebeurd, volgens mij, van de act. De liepen ze naar voren met van die opblaasbare dieren en alles. Ja, binnen. Maar ze zijn, denk ik, misschien 3-4 minuten met z'n allen bezig geweest. En daarna waren er opeens 3 weg. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, en is er een dader bekend? Of, nee, zijn we zelf ook... Is er ook, iets meer bekend? Of is het eigenlijk gewoon, ja, we weten niet wat er gebeurt? Nee, wij weten niet wat er gebeurd is. We hebben het nog wel met z'n foute skipakkenpartij wel een beetje besproken. En we namen het zelf ook heel serieus. Maar ja, die meid zei ook echt van, maak er niks groots van. Want normaal zou ik me hier niks van aantrekken. Nee, en ze zei ook, nu voel ik me ook weer goed. En, dus dat vonden we ook heel belangrijk. We zeiden ook van, voel je ook nou niet schuldig? Of, precies. Of zo van, ik moet weer het podium op. Nee, absoluut niet. Zo zie je maar weer dat je al heel snel van een grapje in een serieuze vorm van organiseren komt. Dat je eigenlijk dan al kom je echt dingen tegen waarbij je niet zo over nadenkt. Nee. Maar het had ook wel weer anders kunnen aflopen. Stel je voor dat het...
dat zij er echt wat, dat zij echt een gevolg aan wil geven. Ja, maar dokter die heeft ook security, neem ik aan. Ja, dus ze hangen ook wel camera's. Maar kijk, het was voor ons meer als, als zij vond van het is goed zo. We hebben haar proberen te helpen, dat is ook wel gelukt. Dan wilden wij er zelf eigenlijk ook niks mee doen. Nee, nee. Stel je voor dat ze dat wel had gewild, dan... We hebben nog een appje gestuurd naar de tijd. We hebben een appje gedaan. Is er nog wat van gezegd in de zaal of zo? Van jongens, niemand het heeft meegekregen. Nee, niemand heeft het meegekregen. Nee. Nee. Bij dokter heb je dus die kelder, die was dicht dan. Ja. Daar zijn ze gewoon naartoe gegaan. Hebben ze een rustig drankje gedronken. Oh, ja. Maar wij, ik denk dat wij er pas een stuk later... hebben we ze pas voor de eerste keer gezien nadat dat gebeurd is. Hmm. Ja. Ik denk echt een half uur nadat het gebeurd is. En toen zei die DJ van hun toevallig, die riep mij even bij hem. En die zei van, ja, er is wat gebeurd. Kun je even naar de kelder gaan? En dat was voor mij de eerste keer dat ik er wat van te horen kreeg. Hmm. Vind je, volgens mij was het bij jullie toen ook zo. Toen ben ik volgens mij naar jou toegelopen buiten. En toen liepen we naar beneden. Ja, inderdaad. Ja. Jij was ook bij dat feest aanwezig? Ja, ja, ik stond op dat moment stond ik bij de DJ. En ik zei op een gegeven moment van, waar is de rest gebleven? Ja. En toen zei hij ook van, ja, die... Nou, die zijn aangetast. Maar wat was jouw rol op het feest zelf? Cameraman. Cameraman, jij filmt al. Ja, dus jullie hebben ook echt... Maar gewoon met de telefoon, hoor. Niet serieus. Ja, maar. Ja, als je het verhaal van Klok 9 of Douw wilde kijken naar het feest, dan kun je er wel even goed van gaan zitten. Ja? Ja, zeker. Maar is daar ook wat van gepost dan? Of is dat dat staat onder een kopje daarboven in die bolletjes. Ja, in de stories of zo. Ja, daaronder. Ja, dat heet Klokfeest. Maar dan in het begin heb je nog dingen in het voortraject erin zitten. En dan in... Ja, het loop van de filmpjes zie je filmpjes van avond voorbij komen. Oh ja, je hebt een hele hoop opgezet. Ja, zeker. Kijk. Mooi. En die werden ook echt wel goed bekeken, die ja, inderdaad, stories. Dat was ook waar. Want je ziet wel verschil tussen ook qua dagen en zo vaak iets bekeken wordt. Ik kreeg laatst toevallig een statistiek te zien. De afgelopen 90 dagen bijna 500.000 weergaven. Oh ja, echt waar, ja. Ja. Dus dat gaat wel lekker. Ja, dat zeker. Ja. Maar het is voor ons... wij vinden het ook wel leuk dat mensen... het zelf ook leuk vinden, laat maar zeggen. Ja. Als je zien het nog steeds een beetje als schap en de mensen vinden het ook heel erg leuk. En het is ja, maar ik zie dat jullie ook naast de grap best wel serieus zeggen. Want jullie hebben tegenwoordig... is die boswachter geworden, Klok 9. Ja, zeker. En dat is dus niet serieus. En er staat een link naar het Wereld Natuur Fonds waar je kan doneren. Ja, is wel gedoneerd. Is daar al gedoneerd? Ja, is gedoneerd. Ja? Dat is de bovenste. Ja, wij zelf hebben wel gedoneerd. Want dat was met, die foto van de boswachter. Ja. En ze hebben in het verhaal gezet van... voor elke 10 likes doen wij een euro doneren. Oh ja. Dus dan hebben wij uiteindelijk 1 of 22 euro gedoneerd. Uiteindelijk is hij nog iets meer likes gekregen. Verder hebben we gewoon een linkje in de bio gezet voor mensen die het ook willen doen. Maar ik weet niet hoe vaak die link daadwerkelijk gebruikt En het mooie is, je kunt ook zien hoeveel likes elke post heeft. Ja. En normaal heeft onze post 100, denk ik, likes. Ja, 120. De maximale was 150. Ja, 150. Ja. En deze had gewoon 235, dacht ik. Ja, zoiets. Oh, dat is dus wel netjes. Ja, ja zeker. Ja, mensen stemmen toch blijkbaar, die geven wel met goede doel. Blijkbaar. Maar leeft dat onder jullie leeftijdscategorie, laat ik het zo zeggen? Hoe staan jullie in het milieu kwestie? Is dat iets wat leeft onder jongeren? Ja, ik vind het persoonlijk wel belangrijk. Het is niet dat ik echt heel erg mee bezig ben of zo. Ik probeer er wel mee bezig te zijn, maar het is niet dat ik... ik heb bijvoorbeeld als je over zulke dingen praat als vegetarisch zijn en zulke dingen dan. Ja. Daar ben ik zelf dan niet mee bezig. Nee. Ik probeer het wel, maar... Ja, nee, maar is het iets waar jullie als groep, als hele leeftijdscategorie of de linie genomen, is dat iets wat leeft of hoor je daar eigenlijk niet veel over? Ja, als we bij elkaar zitten, gaan wij niet praten over hoe lang je doucht. Ja, maar dat is dan onze vriendengroep, maar over het algemeen. Ja, je hoort het wel een stuk meer dan 5 jaar geleden, denk ik. Nou ja, bepaalde jongeren, vaak wat hoger opgeleide en dus vallen jullie ook een beetje onder natuurlijk. Daar hoor ik wel eens van, die heel erg bezig zijn met de woke community en thema's als de biodiversiteit en heb ik nog wel een toekomst, kan ik straks nog wel ademen en zo. Ja, er wordt heel verschillend over gedacht, met name door wat oudere mensen. Die hebben zoiets van, wij willen gewoon een economie draaiend hebben. Maar ik ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Kijken jullie van, doe mij maar gewoon een huis, dan vind ik het wel prima. Of zien jullie dat? Of een alternatief voor een huis bedoel je? Wat vinden jullie belangrijk? Dat wonen? Weet je, dat je straks nog kan wonen? Of zeg je, doe mij maar liever een goede natuur of zo? Ja, ik vind een goede natuur wel belangrijk. Maar een goede economie vind ik ook gewoon heel belangrijk. Ja. Dus voor mij is het niet echt... Nou, ik denk dat je er onbewust ook best wel veel nog mee bezig bent. Ja, dat wel. Want thuis heb je zo je dingetjes groen en de kachel laten aanstaan of niet. Maar op mijn stage bijvoorbeeld, dan run een kantine als stage. Oh ja? En dan ga je ook kijken, wat kun je dan verduurzamen? Maar dat doe je wel? Ja. Maar omdat het van de baas moet, maar of omdat je zelf ook... Ja, dan denk je er zelf ook wel over na, maar dan ga je er echt bewust over na. Ja. Maar soms thuis...
ja, denk er minder bewust over na, denk ik, dan op een stage of werkgerelateerd. Ja, je was er ook wel een beetje naartoe gedwongen, wel iets meer tegenwoordig. Hè, qua... Ja, nou, ik vraag het meer gewoon puur of het bij jullie leeft, hoor. Ik ben daar gewoon pure nieuwsgierigheid. Als het niet zo is, mag je ook gewoon nee zeggen. Ja, ja, onbewust misschien, maar onbewust, het is niet dat ik bewust de hele dagen met de natuur bezig ben. Dat... Nou, de hele dag is ook wel heel erg veel van goeie. Dat is wel overdreven. Ja, Glenn vindt het dus wel heel belangrijk. Ja, dus, ja, Glenn wel, ja, want die is ook boswachter nou. Ja. En dan heeft hij dus wel, is dat een fulltime baan? Nee, dat doet hij 1 keer in de week, 3 uurtjes op een zaterdag of zondagavond. Wat het mooie is dan dat hij... Dan staan we die foto's te maken en dan zegt hij ook eigenlijk, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Maar hij doet het dus wel. Ja, hij doet het wel. Ja. Hey, moet je die man dan ook echt motiveren om dat te doen? Of, nee, of zeg je altijd van, weet je, prima, jullie hebben een goed idee. Ja, ik vind het zelf ook wel leuk. Niet motiveren, ik denk meer overhalen. Ja. Dat is het goede woord, denk ik. Ja. Doe gewoon. Doe gewoon en dan zegt hij, is goed. Maar het is wel zo dat als hij dit er niet op wou hebben, dan hadden we het ook niet gedaan. Nee. We hebben eerst ook wel een selectie gemaakt van deze wel, deze niet. Deze wel, deze niet. Ja. Oh ja. Van de 20 foto's bleven er denk ik 4, 5 over zoiets. Ja. Dus dan staat er andere foto's tussen die wat verder gingen dan deze. Nou, verder, die vond minder scherp, die zelf niet zo mooi. Ja, die zelf niet goed dus opstond. Hij is ook nog wel een beetje ijdel, zeg maar. Een beetje. Ja. Hij gaat vaak naar trappen. Dat vindt hij wel belangrijk. Hey, jullie hadden het idee om Glenn zelf ook even te bellen. Ja. Staat dat nog op de planning? Ja, dan moeten we bij Kevin zijn. Ja, als Kevin hem kan bellen. Wat gaan we hem vragen? Nou, hij is lekker op vakantie in Turkije op dit moment. Ja. Bijkomen van de voorbereiding van het klokfeest. Ja. Ja, en toch misschien wel zulke dingen van... hoe staat hij er zelf in het klokaccount en zo. En wat vindt hij van eventuele uitbreiding of dat het nog groter wordt? Ja. Heb je hem te pakken? We gaan het zien of hij... We zijn even een verbinding aan het leggen. Techniek is altijd... Als je hem bij de microfoon houdt zometeen, dan kunnen we hem wel... Hey Glenn. Hey. Hoor je ons goed? Ja, ik hoor je goed. Helemaal mooi. Hey Glenn, je bent live in de uitzending op de podcast van Mazzel Jongerenwerk. Ja. Hey, ik ben heel benieuwd, Glenn. Wat vind jij er nou van dat dit account is begonnen? Is dit iets wat jij als ambitie had in jouw leven? Nou... Het is eigenlijk een beetje, Willem en Bol, die zijn eigenlijk een beetje van de grap mee begonnen. En het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen grap. Ja, voor de rest maakt mij niet zoveel uit. Maar als ik zo, soms heb ik wel zoiets van, dat hoeft er niet op, maar dat gaat er ook wel af. Ja, precies. Ja. Maar ik hoor... niet echt die ambitie daarvoor, nee. Nee, maar jij bent nu wel van alle inkomsten, zeg maar, ben je nu op vakantie? Jij zit in het buitenland nou, toch? Ik zit nu in Turkije, ja. Lekker. Hoe is het daar? Weer warm? Nou, ik zou het stellen. Ik ben al een aantal keer geweest, maar vandaag heeft de hele dag geregend. Ach. Of ja, de hele dag sinds 2 uur. Oké. Okay. Nou, ik denk tot ongeveer wel 8 uur. Ja. En nou, dat heb jij nog nooit gehad hier. Nee. Gaat hij elk jaar naar Turkije, volgens mij. Hou heel iets meer bij de microfoon. Ja, zo. Nee, de achterkant. Dus, ik zou om 9 uur klaarstaan. Maar ik was even vergeten dat er ook nog tijdverschil zat. Dus ik zat hier al 37 minuten. Hey, en hebben ze daar ook klokbier in Turkije? Helaas niet. Nee, heb je dat dan meegesmokkeld in je koffer? Of, Nee. Ik moet het hier met, wat is het? Effes bier doen. Oh ja, hetzelfde wat die pizzeria in Groenlo, zeg maar. Heet gewoon... Ja, klopt. Ja. Hey Glenn, ik wens jou heel veel succes in de toekomst. En ik hoop dat jij net als Tante Rieke het boeg wil blijven van deze club. Ja. En ik weet niet, hebben jullie nog vragen aan Glenn? Nu je hem toch aan de lijn, hè? Nee, nog wel een opmerking toevallig. De moeder van Kevin zit op dit moment ook in Turkije. En ik was gisteren aan het bellen met Glenn. En hij zegt van, zie ik dat nog goed? Dat is de moeder van Kevin. Dat is echt toevallig. Die zit dus in hetzelfde hotel als Glenn. Oh, ja. Dus misschien zijn er toch stiekem wel mensen die Glenn al een beetje paparazzi achtervolgen. Oh ja, Glenn, heb jij ook... Ja, dat zou zo goed kunnen, ja. Heb je al fans, Glenn? Word jij al lastig gevallen? Nou, we nemen het zelf niet serieus. Ik neem het zelf ook niet serieus. Dus, maar wel met uitgaan is wel foto's. Maar dan ben je een beetje voor de grap allemaal. Ja, het is nog leuk op dit moment. Ja, dat wel. Nou, mooi. Ik wens jou nog een hele fijne vakantie, Glenn. Ja, jongens, succes nog eventjes. Dankjewel, Glenn. Fijne vakantie nog. Ja. Adieu, Sam.
Yo. Yo. Ja, dat klinkt als een hele bescheiden man. Ja, zeker. Ja. Maar is die alleen op vakantie of met zijn moeder of met zijn vriendin? Ja, met zijn vriendin is volgens mij niet mee. Nee, zijn vriendin is niet mee. Wat vindt zijn vriendin ervan eigenlijk? Ja, goeie... Heeft hij daar een mening over? Dat is wel iets. Ik voel hier raken we iets. Ja, kwetsbaar puntje. Ja, toch? Wie gaat deze vraag behandelen van je? Nee, hij heeft... excuses. Hij heeft geen vriendin. Oh, hij heeft geen vriendin. Ja, dat was een hele goede vraag. Fangirls is wat anders. Zeg je? Fangirls. Fangirls heeft hij wel. Ja, ja. Dat heeft wat hij zei, van ik word wel vaak voor foto's gevraagd. Ja. En dan sturen ze allemaal naar ons, naar het account toe. Ja. En dan zien we wel weer wat hij heeft gehad dit weekend. Okay, maar dit zou ook kunnen leiden tot het feit dat hij misschien straks wel een vriendin heeft door dit account. Ja, daar hadden we het wel dat over. Dat nog heel mooi woord van straks. Ja, toch? Jij hebt wel een mooi verhaal erover. Welk verhaal? Over en je zit er nu toch? Dus een, Nee, dat gaan we niet zeggen. Nee, kan je niet doen. Nee, dat kan niet. Oké. Okay. Er was nog een mooi verhaal over iemand die vond het te eer dat hij nu met een BN'er kon praten. Met Glenn dus. Maar dat was, ja, wat er allemaal omheen... De context dat... Die is gewoon te ranzig, zeg ja. maar. Ja, nee. Niet te ranzig, dus maar... Niet te volgen. Dus expliciet. Ja, expliciet, inderdaad. Okay. Ja, laten we dat zo verwoorden. Wat zijn de plannen, Bo, voor de toekomst? Hebben jullie al nieuwe giveaways, nieuwe... En even over die giveaways ook. Wie betaalt die eigenlijk? Ja, wij zelf, in principe. Ja, want jullie hebben nog geen inkomsten uit dit account, neem ik aan. Nou, op het klokfeest hebben we wel... Ja, heel klein bedrag verdiend. Ja. Maar met alles wat we al weg hebben gegeven, is dat geen winst in ieder geval. Nee. Dus maar wat moet er zo bij? Om break-even te spelen. Die jullie doen, is dat, wie betaalt dat? Doen jullie dat samen? Of? Ja, nou, het feest hebben wij dan... Ja, Beldon heeft ook wel dingen betaald. Maar bijvoorbeeld de artiesten hebben wij gewoon gesplit in eerste instantie. Want wij vonden ook wel... Beldon zat er nog niet zo lang bij. En we wilden hem ook niet opzadelen met kosten. Ja. Dus wij hebben dat gedaan. Maar ik denk wel dat Bjorn daar nu ook wel iets meer in betrokken zal worden. Ook in eventuele winst wil ik het niet noemen, want dat die kans dat gebeurt is heel klein. Zo noemen we het niet. Jullie hebben afspraken gemaakt met de zaaleigenaar, neem ik aan. Je hebt bands betaald. Het is meer, de onkosten verdeel je ook wel. Laat ik maar zo noemen. Het. Ja, maar hebben jullie soort van break-even gespeeld dan? Was er met de onkosten en de inkomsten, zeg maar? Met het feest. Ja. Ja, daar hebben we lichtelijk iets uitgehaald. Maar ja, tientjes toch. Maar ja, vooral als je kijkt naar wat voor tijd je erin hebt gestoken, dan heb je dik verlies gemaakt, zou ik maar zeggen. Ja, maar daar ging het ons niet. Nee, daar ging het niet. Dus we kijken er wel naar, want je wil eigenlijk niet bijlappen. Ja. Nee, dat was het meer, al hadden we een paar tientjes zelf moeten bijlappen per persoon, hadden we het ook gedaan. Ja. We zaten zelf nog aan te denken om nog een artiest van €500 voor een half uur erbij te halen. Ja. Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. En dat is achteraf denk ik wel een goede keuze geweest. Ja, achteraf wel. Was het een meerwaarde geweest? Nee, dat denk ik niet. Want het feest is zo goed verlopen. En met Ian had je eigenlijk al zo iemand. Ja. Want, zo, ik vind nou niet Ian... Dan doen we hem niet. Doen we omgekeerd tekort, wou je zeggen. Ja, dat klopt zeker. Zo bedoel ik niet. Maar ik bedoel met... Maar hetzelfde genre. Dat... Ja, nou, degene die we wilden uitnodigen, die brengt hetzelfde sfeer in. Zo oké. Ja. Maar Ian is wel, gaven jullie aan, een lokaal talent. Ja, zeker. Absoluut. Want ik had er nog niet van gehoord, maar hij is de Frans Bauer van Lievelde. Of de... Ja, hij was met Django Wagner op getreden. Oh ja. Maar dat was voor mij meer voor de grap was dat ook. Ja. En hij doet het wel vaak ook in het dokje, dan zingt hij een nummertje. Ja. En dan is dus de hele zaal, hele zaal weer tevreden. Oké, dus er is echt wel iemand die moet ik een keer uitnodigen hier. Die, ja, eigenlijk wel. Zeker, ja. Zeker een goede optie, ja. Die gaat, is wel van plan om ook een carrière in die hoek te doen? Dat of, denk ik niet per se. Nee? Ik denk niet dat het moeilijk te zeggen. Ik denk dat het voor het eerst ook was dat hij meerdere nummers achter elkaar heeft gedaan. Ja, wat wel zo is, wij zitten er zelf over dat feest nog wel aan te denken om dan weer nog een nieuw feest te organiseren over een paar maanden of wat het ook is. Ja. En dan staat Ian wel bovenaan ons lijstje om weer te komen. Ja, zeker. Want je bent welkom vanaf 18 jaar tegenwoordig, hè, bij het 18 jaar. Dus zeker. Dat is natuurlijk wel jammer voor wat jonge talenten, die kunnen dan nog niet naar binnen. Ja, bijvoorbeeld Tinos, die als eerste af heeft getreden, is wel 18 trouwens, denk ik. Ja, die is 18. Maar het is wel zo dat misschien een paar van zijn vrienden die dan nog
die dan nog geen 18 waren. Misschien zeg ik wel iets heel raars, hoor, maar die lieten we in dat geval dan wel gewoon winnen. Die stonden op de gastenlijst, dat ja, was best precies, formeel, inderdaad. Oh, in, ja, precies, inderdaad. Zo. Ja. Hey, hebben jullie ook ambities om, want we hadden in het voorgesprek erover, hè, ik vind het leuk om te zien dat er weer jonge mensen zijn die iets gaan organiseren. Uiteindelijk is dat wat hetgeen wat het leuk houdt in dorpen, ja, zoals Lichtenvoorde. En ik herken mezelf daar wel in. Wij zijn ooit het Over de Top Festival gestart. Ik zie dat jullie ook langzaam, dat wordt het professionele. Iemand gaat de kaartverkoop doen, iemand doet de programmering, iemand doet de social media. Zijn er plannen, wat je al zegt, om dit verder door te laten groeien? Hebben jullie al meer mensen bij de organisatie gevraagd? Dat nog niet. Nee, maar we hebben wel bij elkaar gezeten van, hey, wat willen we er nou eigenlijk mee? Jullie doen ook echt vergaderingen dus? Ja, daar hebben we een hele mooie plek voor. Een hele mooie plek voor. Maar voorlopig niet lang meer. Wat dan? Ja, nee, mijn ouders gaan verhuizen. Yeah. En de nieuwe woning staat er al, in principe. Oh. Alleen, ja, er moet toch helemaal verbouwd worden. Dus ja, voorlopig kunnen we daar eventjes kwijt. Dus als jullie Kate, zeg maar. Ah, Kate. Yes. We hebben er ook een naam voor, hè? Ja? De Clock Headquarters. Nee, Clock Headquarters. Jullie hebben, oh ja, oké. Okay. Maar dat is dus een serieus business. Daar staat ook een printer en zo. En, nee, er staat één lamp. Er staat een bank en een paar van die ledstripjes aan de muur. En een koelkast met klokbier erin. Nee, lauw. Dus het staat wel een koelkast, maar geen klok bier. Ja, jullie drinken dat bier altijd lauw? Nou, ja, liever nee, niet eigenlijk. Dat is meer een... Het is een beetje een gezegde. Ja. Ja? En dat was ook wel heel mooi op het feest, om misschien wat te vertellen. We hadden dus... het gezegde is van, ben je een man van cultuur, drink je klok op kamertemperatuur. En waar is dat een gezegde? Ja, gewoon, het gaat rond op internet. Ja. Dus toen had, volgens mij kwam het idee zelfs vanuit Doktje zelf, dat we dus magnetron op de bar zetten. Om je biertje te verwarmen. Ja, dus dan zeg je van, ik wil een klokbiertje. En zeggen ze, wil je hem koud of wil je hem op kamertemperatuur? Oh ja, ja, ja. En nou, we kregen wel de instructies, of we gaven de instructie aan het barpersoneel van, je moet hem wel eerst openmaken, blik. Anders, als je die in de magnetron zet, ontploft de hele boel. Oeh, dat wil je niet meemaken natuurlijk. Nou, volgens mij heeft het geen 3 blikken gekost. En toen zag ik al rook uit de magnetron. Dat is ook echt live gebeurd. Ja, dat is serieus gebeurd. Is gefilmd zelfs. Ja, is gefilmd. Ja. Oh, als ik die beelden nog kan krijgen, stop ik ze nu erin. Ja, die gaan we even voor je opvragen. Ja, ja. Die dat is wel geniaal. Dat is mooi om te zien natuurlijk. Ja, ja. Maar dat was een beetje... Ook het thema van die avond, weet je wel. Ja. Gewoon een beetje leuk. Dat is inderdaad wel... Zijn er nog meer van die bizarre dingen gebeurd? Oh, de wedstrijdjes die we hebben gehouden, die heb jij. Ja, nou, we hebben wat wedstrijdjes atten gehouden. Oh ja? Ja, tegen elkaar, dat is ook wel mooi. Ja. Hele zaal een beetje... En één jonge Mika, die liet wel zien dat hij absoluut die fles al wilde krijgen. Die is er 3 minuten over gedaan, denk ik ongeveer. Maar het was hem gelukt. Ja, dat is mooi. Dat brengt wel een beetje spektakel in de zaal en zo. Maar uiteindelijk was het gewoon een heel leuk feest met een goede sfeer. Ja, ja, goede reacties gehad? Ja, alleen maar. Ja, misschien dat Kevin daar iets over wil vertellen. Ja. Want hij kwam natuurlijk van de andere kant. Hij zit niet in de organisatie, maar hij heeft echt het feest beleefd. Kevin, jij was erbij. Ja. Vertel, wat was jouw indruk van die eerste klokparty? Doe de microfoon maar iets naar je toe. Ja, ik vond dat ze het goed georganiseerd hadden. Ze hadden een mooie, van tevoren een mooi programma in elkaar gezet. Met eerst echt de jeugd hier in Lichtenvoorde die echt een beetje aan het beginnen zijn. Ja. En later hebben ze dan nog 2 artiesten van buitenaf geregeld. Wie uiteindelijk ook nog een beetje de sfeer aan het einde van de avond erin hebben gebracht. Ja. En ja, het was een geweldig idee natuurlijk om klokbier te gaan verkopen daar. En dat is natuurlijk ook als een speer gegaan met die halve liters klok. Ja. Dus ja, de sfeer zat er wel goed in daar. Ja, en voor jou persoonlijk, was je verbaasd dat het zo goed liep en dat het zo professioneel was? Ja, ik had op het begin niet verwacht dat het al zo druk zou zijn. Want normaal gesproken, als wij naar Doktertje gaan, gaan we pas rond 1 uurtje of 12. Ja. Nou begon het al om 10:30. En om 10:30 stond er al, maar ik denk wel 40, 50 man stonden er netjes, al. Dus dat normaal gesproken gebeurt dat nooit. En dan loopt langzamerhand de zaal vol. En de hele zaal was eigenlijk vol. Daar had ik op het begin ook niet verwacht dat het zo ver ging komen. Ja, had jij zelf later nog een rol? Of ben je echt puur als bezoeker gegaan? Ik ben als bezoeker gegaan. Ja, dus je hebt gewoon het maximale eruit gehaald? Ik heb maximale eruit gehaald. Even iemand betast ondertussen. Dat was hij niet. Heb ik helemaal niks meer. Nee, geintje. Nee, maar het was gewoon goed dus. Ja, het was mooi georganiseerd. Ja. Ben jij nu ook bij deze club aangesloten? Want je bent er nu ook bij. Of ben jij gewoon entourage, zeg maar? Ik ben er gewoon bij. Misschien dat het nog gaat gebeuren. Als hij er zelf ook voor over staat. De rol van spion kun je misschien overnemen. Is het een soort cult ook dat je een soort examen moet doen om hier nu bij te komen? Examen is het niet echt. Het is meer dat je, als wij iemand... we willen wel bekende mensen hebben, laat maar zeggen, waar we ook goed mee om kunnen gaan. En nou, zoals Bjorn de afgelopen keer de perfecte kwaliteiten sleutelde perfect op aan. Ja. Nou, zo heeft Kevin ook wel zijn kwaliteiten.
Ja. Misschien dat het nog gaat gebeuren. Ja. We gaan het zien. Ja, ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat in ieder geval. Misschien kunnen we afspreken dat jullie, mocht het account nog verder een vaart nemen omhoog, dat we nog een keer vervolg doen. Ja. Ja, het lijkt mij heel leuk om in ieder geval zoveel mogelijk van jullie te posten. Als jullie leuke dingen hebben die ik in deze podcast kan verwerken, dan zal ik dat ook zeker doen. Willy, hebben jullie nog zaken die jullie kwijt willen? Nu is de kans. Persoonlijk niet eigenlijk. Nee, ik ook eigenlijk niet. Nee, zijn er nog, hebben jullie nog een oproep doen aan mensen? Ja, dat ze Klok Nijhoff moeten volgen natuurlijk. Ja. Dat snap ik. Dat ze Klok Nijhoff volgen allemaal. Nou, dat gaat natuurlijk via Instagram, Klok Nijhoff. Zoek je het nog personeel, vrijwilligers voor een volgend event? Nou ja, ik denk het. Ik denk dat we de volgende keer ook nog. Ik weet niet of ik het trouw noemen moet zeggen, maar we blijven denk ik nog wel trouw aan Doc. De volgende keer dat we daar het feest organiseren, als dat zou kunnen. Ja. Zijn we de vorige keer heel goed geholpen. Dus. Dus er komen nog heel veel dingen aan. Ja, er komen dat nog genoeg dingen aan. Nou, ik ga er lekker op wachten. Ik ben heel erg benieuwd. In ieder geval bedankt voor jullie aanwezigheid ja, vandaag. Ja, hetzelfde. En ik hoop dat, dat we volgend jaar hier weer zitten met 10.000 volgers of zo. Ja, dat tekenen we voor, denk ik. Ja. Hey mannen, een fijn weekend. Ja, hetzelfde. Bedankt. Hetzelfde. Yo.